Het ministerie van TCT heeft samen met het Suriname Hospitality Tourism and Training Center, SHTTC, van 27 november tot en met 1 december 16 mensen in Para, Bernadorp, getraind in basis en brood en banket. De deelnemers kregen vaardigheden op het gebied van brood en banket om het toerisme in lokale gemeenschappen te ondersteunen bij de creatie van nieuwe economische kansen. De training omvatte zowel theoretische als praktische sessies. De cursisten leerden alles over de basisprincipes van bakken, inclusief het mengen van ingrediënten, kneden van deeg en het maken van verschillende soorten brood en banket. Het ministerie van Economische Zaken heeft gisteren de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 2 december tot 15 december bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 42 SRD en 55 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 34 SRD en 50 cent betaald worden. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie. ROM-minister Marciano Dassai heeft gisteren tijdens COP28 in Dubai deelgenomen aan het hooggeplaatste panel over het benutten van klimaatmobiliteit voor aanpassing en veerkracht. In zijn toespraak benadrukte Dassai de dringende noodzaak om de tastbare impact van klimaatverandering te erkennen en gemeenschappen voor te bereiden op deze subtiele, doch onwrikbare kracht die wereldwijd onze leefomgeving vormgeeft. Met speciale aandacht voor de Caribische regio wees minister Dassai op de toenemende frequentie en intensiteit van orkanen, zeespiegelstijging die bijdraagt aan kusterosie en het verhoogde risico op droogte in de Midden-Amerikaanse droge corridor.